Quentin heeft een nieuwe wagen. Weet je wat vet is? Ik ken de boys van Daily Paper vanaf dag 1. Oké, goedemorgen, we zijn bij Shell. We hebben de auto gewassen. Clean voor de intro. Dat klopt, helemaal clean, clean, clean. Shell de wetering, altijd de beste. Johan, top wasstraatje hier ook, of top, top box. Dan gaan we naar Amsterdam. We gaan even iets nieuws bekijken. Ik weet alleen niet of ik het mag filmen. Dat is wel echt geweldig, want er gaat iets uitkomen van een winkel. Een van mijn favoriete winkels, Pata. Maar die gaat wat uitbrengen binnenkort. Ik weet niet of ik dat mag gaan filmen. Maar ik hoop van wel. Er komt iets aan. En dat is een tijd geleden dat daar iets van uit is gekomen. Ik ga kijken of ik het mag filmen. Maar dan neem ik je mee sowieso. Daarna gaan we een introotje opnemen bij Gijs. Voor de YouTube kanaal. Of voor mijn YouTube kanaal. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Want ik heb jullie allemaal zo lang laten wachten. Maar goed. Hij gaat komen, dus ik neem je mee. Let op, ciao. Oh, dat is nice, man. Maar deze is Biggie, man. Je kan erin, hè, chill. Ja, ik kan erin, maar dat is oké, is oké. Weet je wat vet is? Ik ken de boys van Daily Paper vanaf dag 1. En dat is wel echt goud. Abder heeft nog een keer stage gelopen bij ons. Toen die tijd zat ik bij Pony. Heel eerlijk, toen die tijd was nog net nieuw. Pasvormen waren nog niet helemaal top, maar nu... Als ik Nike zeg altijd binnen iedere 10 seconden van de dag, dan zie je een swoosh. Maar Daily Paper heeft het zo voor elkaar gekregen. Iedere 10 seconden van de dag zie ik een Daily Paper shirt, trui, pant, whatever. Dus boys, echt top. Luister dan, ik kom net van Pata Headquarters. Nou, ik wist eigenlijk al dat ik het niet kon laten zien natuurlijk. Maar er komt wat aan met Pata. Een Air Max 1. En voor de kennis, ze weten wat Pata in history hebben gedaan met een Air Max 1. Goud. Google even Air Max 1 Pata. Kijk. Top. Maar deze, next level. Geloof me, deze moet je gewoon hebben. Of in ieder geval, als je de kans krijgt om het te kunnen kopen natuurlijk. Misschien ga ik wel gewoon even een giveaway doen. Dat is misschien wel leuk. Dat is misschien wel een leuk idee. Hou ik je van op de hoogte. Misschien ga ik dat wel even doen. Air Max 1 is natuurlijk eigenlijk wel de schoen voor de Nederlandse markt. Heel veel jongeren dragen natuurlijk Yeezy, nu Jordan 1. Maar ja, die gaan gewoon met de flow mee. Als de flow Jordan 1 is, dragen ze Jordan 1. Is het Jordan 3, wordt het Jordan 3. Wordt het weer Yeezy, is het Yeezy. Maar voor de echte... old school sneaker boys is Air Max 1, Air Max 90 toch wel de schoen hier in Nederland. En de afgelopen tijd zijn er niet zoveel uitgekomen. En als er dan eentje uitkomt, nu in dit geval met Pata, mark my words, die wordt dik. Onthoud, ik weet niet, hij komt over anderhalve maand, 2 maanden. Onthoud, rond die periode moet je het in de gaten houden. Maar wat je doet, kan je ook doen natuurlijk, is gewoon nu al Pata in de gaten houden. Want ze gaan teasen en ze gaan het hele marketingplan goed aanpakken. Dus houd het goed in de gaten. Pata.nl. Thanks, ciao. Nou, we zijn aangekomen bij Gijs Junior. En zoals jullie weten heeft hij natuurlijk gewoon die hele speciale bus. Dat is toch gruwelijk. Kijk hier. Pop. Ja, ja. Ja, ja. Nou, we zijn hier om eventjes een intro te maken voor mijn YouTube kanaal waar jullie al veel te lang op zitten te wachten. En ik geef jullie groot gelijk. Maar ja, hij gaat toch komen vandaag. De intro. Zie je later. Oké, dan. We zijn hier in Laren met Gijs Junior. En we gaan even een introotje opnemen. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat hij in gedachten heeft. Het is een super gezellige plek. Hier is het eigenlijk begonnen, hè? Hier is het begin dit. Want hier zo, reden we die kant op. Alle trillen begint van de crew, jongens. Ja, dus dat was wel goud hier. Dat was hier. Het stonden allemaal hier geparkeerd. En toen was het nog wel, zeg maar, een soort van legaal om
Ja, het is natuurlijk niet legaal, maar om te reffen. En toen konden we nog een beetje gek doen, opstoppingje houden. Toen kwam de politie wel, maar toen waren ze nog best wel coulant, zeg maar. Tegenwoordig, ik durf niet eens gas te geven hier in Laren. Nee, je moet oppassen. Ja, dat is niet normaal. Nou, ik heb het er niet voor over, die bekeuring. Kijk, wij regelen dit gewoon in take 1 of take 2. Dat is toch goud? Ik werd net gebeld. En ik bel nu terug. Deze naam moet nu wel veranderd worden, want... Ten heeft een nieuwe wagen. Ten heeft een nieuwe wagen. En die gaan we nu even bekijken. Die topper is even deze kant op komen rijden. Het was Ten Lamborghini. En wat gaat het nu worden? Dat gaan we zo zien. Ik ga nu naar hem toe. Ik zie je zo. Nou, ik heb net een andere mattie van me aan de telefoon gehad. Die reed dus naast Ten. Dat geluid alleen over de telefoon al is al belachelijk. Een fucking V12. Even serieus, boys. Een V12. Dat is toch goud? Maar weet je wat het mooie is? En dat had ik ook bij Danny en bij Onno. Dat ze als ze wanneer ze een nieuwe wagen hebben, dat ik ook gewoon blij ben. Maar raar, ik weet niet. Ik had net met de andere mattie van me over. Dat ik blij ben als ze een andere auto hebben gekocht. Het is niet eens mijn auto. Even serieus. Maar het is wel goud, toch? Dat het gewoon, weet je... toch weer bij ons in de vriendengroep, zeg maar... iemand is die zo'n dikke wagen heeft gekocht. Die je dan even belt van... Hey, luister, ik heb mijn wagen net binnen. Wat? Wat heb je binnen? Mijn nieuwe wagen. Wat heb je binnen? Welke wagen? Een V12? No, ik kom nu. En dan zegt hij... Ja, maar ik ben al bij jou om de hoek. Dat is toch goud? Ja, dan woon je niet hier om de hoek. En dan kom je gewoon eventjes met je nieuwe wagen... Een V12, komt je even naar hier rijden? Oh, maar even eerlijk, ben je niet benieuwd wat het is? Ben je niet benieuwd wat voor wagen het is? Ben je niet benieuwd hoe die sound is? Dat is toch, dat wil je toch weten? Nou, ik ga je meenemen, maar echt serieus. Dit is zo, zo mooi. Ja, kijk hoe enthousiast ik ben. Ja, zo enthousiast ben ik dus echt. En dat ben ik elke dag. Niet alleen als iemand mij belt van ik heb een nieuwe auto. Maar gewoon. Goed nieuws, daar word ik gewoon enthousiast van. Kunnen kleine dingetjes zijn, kunnen grote dingetjes zijn. Als het maar goed nieuws is. We hebben afgelopen jaar natuurlijk zoveel ellende gehad eigenlijk. Of in ieder geval ellende. De ene heeft ervan kunnen profiteren. Daar geef ik ze groot gelijk in. Maar we hebben eigenlijk de afgelopen tijd, weet je, heel die coronatijd. Dat zit er nu nog steeds in. Maar dat het gewoon zo... Ja... veel impact heeft gehad, zeg maar, op eigenlijk iedereen. Voornamelijk de vrijheid die we hadden. En dat, ja, dan heel eerlijk, als er dan zoiets is, zoals nu, iemand mij opbelt van, of in ieder geval iemand, Mattie van me opbelt en zegt van, ja, ik heb dit en dit heb ik nu, zeg maar. Ja, of gekocht, weet je, daar word je toch blij van? Ja, heel eerlijk, het is niet eens mijn auto, maar ik ben gewoon blij. Ik ben gewoon blij. Oh, ik ga je meenemen, ik ben er bijna. Geef me 2 minuten en dan ben ik er. Ik zie je zo. Luister dan, ik had toch net gezegd, een vriend van mij heeft een nieuwe wagen gekocht, V12. Ik heb nog niet laten zien welke het is. Je kan nog niet zien toch? Nee, ik kan nog niet zien hè? Nee. Ik ben zo blij. Ik ben denk ik nog blijer dan dat hij is, denk ik. Denk ik. Want ik heb natuurlijk gewoon die hele liefdevolle spirit die ik altijd deel met die gast. En dat is de eigenaar. Nee. Niet nu al. Luister, je hebt hem al eerder in mijn vlog gezien. Die mooie patas. Hij heeft nu... Hij dacht, weet je, ik kom naar Diego, ik doe gewoon schoenen aan zonder veten. Sowieso. Ik met lezen, of hoe heet dat? Lezen. Ja. Lezeren. Ik ben alleen met sokken vergeten. Dus die hoeven dat niet te doen. Kunnen gewoon fully focus naar zijn nieuwe wagen. Oh, kut. Serieus. Het is niet mijn wagen, maar ik ben wel blij. Kijk dan. Even serieus. Wat is dit voor Lambo? Dit is een Gallardo. Een Gallardo, ja mooi man. Echt heel dik. Maar kom eens kijken, dit is toch niet normaal. Bro. Weet je wat mooi is van het interieur? Als ik erin zit, zie je mij gewoon niet. Hé, hey, als ik erin zit, zie je mij gewoon niet. Dat is wel mooi, ja. Je past echt super. Dan zien ze gewoon echt letterlijk alleen een pruik rijden. Nee, maar even serieus, Ten. Dit is echt niet normaal. Echt super gefeliciteerd. Thanks, man. Echt super dik. Echt gegund. En ook echt blij mee.
Oh, ja, echt hè? Niet normaal. Mag ik misschien even horen? Ik heb al afgerekend. Oh, dan moet ik de app laten zien. Oh nee, dat is weer, nee, dat was een ander verhaal. Nee, dat is een ander kanaal. Dat is een ander kanaal. Ander verhaal. Dat is een ander kanaal. Hey, oh. Volgende keer wordt het gewoon weer schoenen lezen. Ja, schoenen lezen. Ja, dan wel gewoon sowieso. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, je ziet er wel echt gewoon gelikt uit voor in deze prachtige wagen. Echt? Dus ik mag niet in mijn job doen. Zeker wel, zeker wel. Maar ik bedoel, als eerste dag net opgehaald vind ik wel dat je in stijl wel gewoon... Lekker. Ja, oh nou, dit kan ook gewoon, hè? Gewoon simpel. Simpel, gewoon een mooi polootje, snap je? Vooral die broek. Die broek. Ik kijk hier wit. Ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. Dat geeft niet. Dat geeft niet. Maar kijk, Onno, let op de details. Dus niet zo. Niet wijd, nee. Gewoon. En niet daar. Nee, gewoon. Mag een beetje losjes. Kalm, maar ik neem jou mee. Binnenkort. Shoppen. In de vlog 120. Ik wil hem echt zien. Dus Onno, maak je borst maar nat. Ik weet niet hoe dat heet. L'Oreal volgens mij. Voel je nu? Ja, happy. Lekker! Oh. Dit is toch gewoon het leven? Genieten. En jouw schatje in de spiegel. Echt zo snel naar de 50. Zo snel naar de 50, is toch niet normaal? Ik ben zo blij daarmee. Hey, super leuk dat jullie hebben gekeken naar mijn allereerste vlog. Ik ben er echt super blij mee dat die live is. Gijsie, super bedankt voor het editen en dat je me wil leren. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Thanks, ciao. Je moet er niet aan denken dat je over die 50 gaat. Hè? Nee, zeker niet.